Maag, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 11. En dat is van maandag 15 maart tot en met zondag 21 maart. Dus aan de kaart is goed om te kijken wat week 11 voor de maagd gaat brengen. Dan lijkt het maagd alsof deze week een week is voor jou die begint in een soort overvloed. Je lijkt echt een bepaalde groei te hebben, in verwachting te zijn. Hè? Dat niet letterlijk in verwachting te zijn, maar het lijkt alsof een bepaald idee steeds meer vorm gaat krijgen. En dat voelt ontzettend lekker. Daardoor ga je ook echt behoorlijk aan de slag. En ik heb het idee dat je allerlei plannen aan het maken bent voor die overwinning die je eigenlijk al behaald hebt. Toch lijkt er nog een stuk te zijn waar je zelf geen invloed op hebt. Dat stukje waar je gewoon mee doorgaat, dat gaat gewoon door. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er een wijziging moet plaatsvinden. Of dat de ander ergens niet helemaal in mee wil gaan. Dat wil niet zeggen dat jouw plannen niet kunnen doorgaan. Want ik heb het idee dat dat sowieso gaat gebeuren. Maar het zou wel kunnen betekenen dat er een kleine verandering komt van de mensen die om je heen zitten. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.